Kijk! Ken je dat als je wakker wordt en je hebt echt zoiets van... Ah! Iemand die de masker al getest heeft. Zelfs dat restje lasagne van 4 dagen geleden. We zijn allebei een beetje zenuwachtig, want we gaan nu dus een nieuwe auto ophalen. Wat is? Wat zijn deze dingen? Make-up check. Wat is er voor dat toen jij maken? Maar eten is gewoon goed en lekker. Eten is lekker. Fijn dat je er bent! Gewoon ingespreid en even zo gedaan. En het was zo fijn. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben nu dus in Zwitserland. Ik heb net de oude weekvlog afgesloten. Het is weer een super mooie dag. We hebben weer een dagje... Mijn haar lijkt donker. Het is nog mat. We hebben weer een dagje thuis. Want zo'n meneer, mama heeft een afspraak gehad met iemand. Dus vandaag zijn we weer thuis. We gaan zo wel even een proefvideo opnemen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Ik heb me daarom vast een beetje opgemaakt. Anders zou ik me niet zo erg opmaken. Ja, we zitten eigenlijk dus heel veel thuis. Dus deze... Vakantie voegt niet heel veel toe aan de weekvlog. Oké, ik ga mijn haar denk ik niet eens. Ik ga mijn haar niet stylen en ik ga het misschien zelfs los doen. Wat ik echt nooit doe. Het is zo woosh, echt zo, ik noem het altijd een beetje de Hagrid look. Oké, dit is dus de hele tas. Ik heb dus mijn haar net gefeut en dat doe ik echt nooit. En daardoor dus niet meer geborsteld. En ik heb dus nu al 3 keer geen Maria Nila masker erin gedaan. Want ik vond het toch een beetje donker worden. En ik ben eventjes benieuwd... Welke kleur mijn haar nou eigenlijk heeft. Door dat verven toen. Ik zit echt heel erg grijs pluk in. En dat buiten filmen wel echt heel cool is. Kijk, het licht is echt mooi. Oeh, het is zo lang dat het rond mijn oksel blijft hangen. Wow. Het buitenlucht is hier zo lekker. Maar het zit hier vet koud, hè, mam? Mijn haar is wel heel wild. Onder is het echt bruin grijs. Ja, raar, hè? Raar kleur. Ik krijg wel zo'n wafel met noten. Ja, knoppen. Oh, stink! Het is dus, wat ik dus grappig vind aan dit. Me. Doei. Doei. Ik ga denk ik even met de auto weg. Oh, nu? Waarom niet? Eigenlijk waar ik nu loop is het net als bij Ololai. Dat je zo... Nee, ik ben nu omhoog aan het lopen. Het is hier zo magisch. Maar je weet ook niet of je in iemands tuin staat of zo ineens. Het is allemaal onkruid aan het weghalen. Wel. Ik moet even mensen laten zien. Even nu mijn vlogkijkers. Kijk jongens, hier was je dus een soort van in de middeleeuwen. Loop je hier eruit. Sorry voor het bewegende beeld. En dan ben je er weer. Zo raar. Bijzonder, hè? Kijk jongens, en hier is een kerkje. Oh, mijn batterij van mijn camera is nu al leeg. Nou, ik moet echt mijn stekkers gaan halen. Hier is thuis. Hallo. Ik wilde iets doen. Oh, het lijkt me alsof ik weer in Nederland ben. Dus dacht ik rij... Naar de H&M in dat overdekte winkelcentrum hier. Terwijl het een vet mooie dag is. Ik ga gewoon heel kort. Ik wist gewoon niet waar ik heen moest rijden. Ik weet het gewoon niet. Ik ga gewoon even hier in de H&M kijken. En het is echt de hele berg af. Dus straks moet ik echt 20 minuten de berg op. Dat is wel spannend. Vet grappig. Zie ik bij de H&M echt een kopie. Nou, niet een kopie. Iets lichtkleuriger. Van dat corduroy jasje van Komra. Wat ik net op de website heb gezet. Maar die van mij gaat de grootste maat tot 42. Dus hij zit bij mij... Niet te klein, maar ik hou van oversized. Dus ik heb dat jasje zelf niet gehouden. En nu zie ik hier een jasje voor 50. Exact hetzelfde, alleen wat lichter roze. En er zit geen bondje in. Dus wel echt duurder, want er zit ook geen bondje in. Vind ik altijd leuk als ik goedkoper ben. Maar in de sale voor 25. Want dit kleurtje roze is denk ik net een beetje te zomers. Ik laat hem thuis wel zien. Het kleurtje wat ik heb is echt zo'n herfstroze kleur. En dit is echt zo'n felle roze kleur. Maar ik dacht, nou die moet ik hebben. Ik heb een echte chai thee gevonden, die echt zo'n India's. Dus dat kan ik lekker met mijn sojamelk drinken in de avond, want dat miste ik heel erg. En voor mijn moeder, dit is niet volgens mij het brood dat ze het lekkerst vindt, maar ik weet dat ze het pretzelbrood heel lekker vond. En dat had ze niet in Italië gekocht, dus ik denk dat ze er wel blij mee is. En nu weet ik ook, oh ja, en ik heb dit drankje ook wil testen. Het was iets van 1,50, het is koud. Carpe Diem Matcha Sparkling Green Tea, dus een sparkling. Nachi en Ingwer. Maar het is echt best wel donker. Van kleur. Niet alleen door het flesje volgens mij. Dus ik was wel echt benieuwd. Ik heb eigenlijk niet gekeken hoeveel procent matcha erin zit. Mm. Het is bijna dat citroensap uit Frankrijk met prik. Ja. Het is niet een aanrader. Hij is zo leuk. Oh, ik ben voor de bekken. Sorry, aan het kijken. Ja, het heeft in de zon gezeten, maar het werd nu net een beetje koud. Om 4:15. Kijk! Hij is echt geweldig. Wow. Dat vind ik altijd heel leuk als ik dan op vakantie ben. Ik ga onverwachts even naar winkel. En je vindt zo één perfect ding, weet je wel. Ik ga
ga nu nog even hier in de opening van het raam in de zon zitten. Ik ben op zich gewoon wel wat bruiner geworden. Komt omdat je nog je pigment hebt, denk ik. Dat je wat sneller weer bijkleurt en dat je echt kort geleden nog zomervakantie had. Goedemorgen, ik ben net wakker. Ik had van 12 tot 8 in één keer doorgeslapen en ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst 8 uur lang achter elkaar geslapen. Daarna nog van 8:30 tot 10 en ik had echt 2 keer helemaal gedroomd en dan voelt het alsof ik wat dingen aan het verwerken ben of zo. En dan ben ik nu ook eventjes, ken je dat als je wakker wordt en je hebt echt zoiets van oké, ik was echt een paar uur geleden nog naar bed gegaan en nu voelt het echt als wow, hoe lang heb ik geslapen en alsof er allemaal dingen gebeurd zijn die niet gebeurd zijn omdat je allemaal wil op de dromen verwerken, ken je dat? Dus ik moet echt even wakker worden, dat heb ik niet vaak. Ik heb weer een heerlijke sojakoffie. Ik heb heel veel dus op Instagram gezegd. Kijk, als ik zo heb je mooi uitzicht. Geplaatst. Allemaal filmpjes en leuke dingen. Maar dus niet echt in mijn vlog. Dat zijn van die momenten dat ik niet echt mijn camera erbij pak. Want het is niet echt boeiend of zo. Dus je moet me echt even op Instagram volgen als je dat soort dingen leuk vindt. Want dat doe ik eigenlijk ja, heel vaak. Daar heb ik ook allemaal mooie foto's of filmpjes geplaatst van dit zo. Die heerlijke koffie. Nu hoor je daar eventjes een helikopter. We gaan om 2:30 pas iets doen vandaag. Ik moet nu even editen. Het is nu pas 10:00. Ga ik denk van 12 tot 2 even lekker in de zon. Dan even douchen. En dan maak ik me op in de auto ofzo. Gaan we even naar Locarno. Nee? Ja. Hi. Ik heb even in het zonnetje gezeten. Maar toen was het nog niet heel warm. Dus dan heb ik mijn weekvlog geëdit. Het is 48 minuten. Echt veel te lang. Maar ik heb het zo erg over Weight Watchers. Dat ik denk, ja, als ik dit eruit knip, dan klopt het complete plaatje niet meer. Dus dat moest er allemaal in. En daarnaast ook andere dingen gewoon die ik in de weekvlog wilde. Toen heb ik even een eitje gebakken op 2 dunne maïswafels. Nu eet ik lekker een bak tomaten met pesto, zout en peper. Super lekker. Pesto is natuurlijk niet super goed, maar het maakt niet uit. Alleen tomaat en geen olijfolie. En een chai thee zonder sojamelk. Ik heb dus gisteren een hele lekkere chai thee gekocht. En ik ga eventjes hier, zoals je kunt zien, zit net een balkon. Even in de raamopening zitten. Is het echt super warm. Mama en ik zijn even naar de supermarkt geweest en nu zijn we hier bij het... Maar zit het Lago Maggiore of niet? Ik heb nog geen één foto deze vakantie gemaakt, dus misschien is dit het moment. Ja, want je komt misschien wel naar beneden, maar omhoog is niet zo makkelijk. En er zou maar een steen los zitten. Kijk dan, als je van die dingen bent afgeklommen. Ben jij een pet van je bikini verloren? Nee. Oh. Dat is ook niet. Kijk, dan ben je hier een soort van... Stel dat je hier met je partner naartoe gaat. Dan lig je echt een soort privé, denk ik hoor. Ik denk niet dat er veel mensen hier naartoe gaan. Het is wel vies, maar het is wel leuk hoe je er zo afstapt. Het is echt wel heel lekker. In de zomer is denk ik dit een sluis. Dat je met je boot er gewoon uit kan. Want het hoger ligt water. Ja, ik denk dat ze dat dan met steen vullen of weet. Wow, dit is ook gaaf shot hoor, als je daar staat. Ja, dat bedoel ik. Wil jij een foto? Ik weet wel, ik wil wel een foto, maar voor dit... Nog een foto van je? Nee hoor. Dit is echt leuk. Het is gewoon een trein. Oh, dit staat echt heel diva-achtig, die jas met die bril. Cool. Maak maar zelf. Ik zie er heel cool uit. Ik heb mijn mama aan het leren hoe ze foto's moet maken. Hoe ik het dus doe, is precies op de plek staan waar zij moet staan. Dan klik ik met haar erop of met haar niet haar erop. En dan zeg ik oké, blijf zo staan. En dan ga ik zitten en dan is het goed. We hebben een bruschetta met mozzarella. Het ziet er echt super lekker uit. En hier wordt brood met parmezaanse kaas. Olijfolie en water. Kijk, mooi. Ik heb een Caesar salade met prawns. Er zitten 4 garnalen op. Maar de salade zelf ziet er echt super lekker uit. Ik weet niet wat er Caesar aan is, maar het ziet er echt super goed uit. Mijn mama heeft een heel groot bord met risotto. Wat is dat voor soort risotto? De mama is een geel. Safraan. Ik wil als eerste een klein hapje van jou proeven. Heerlijk. Hè? Huh? Echt een heel bijzonder. Oh ja. Oh, lekker. De garnalen waren echt de beste garnalen die ik ooit gegeten heb. Je hoefde ze dus niet te pellen. En ze waren echt enorm zo open gebarsten. Dus ook geen anus poep ertussen. Zijn random heeft tussendoor uitgestapt. Ik zei tegen mama, hoe cool om foto's te maken met die maan op het bankje. Maar dat gaat nooit lukken. Zij zei, oké, dan stoppen we even. En dan lopen we terug. Hier hou ik dus heel erg van spontane dingetjes. Gewoon random even stoppen. Hier liep dus van de zon. Waarom hou ik daar zo van? Toen ik met papa hier was, liep hier dus een labrador. We schrokken ons helemaal te pletteren. We waren zo. Hoezo? Nou ja, wij reden niet aan. Oh, dit kunnen jullie niet zien, maar dit is echt een soort van spook. Hier zou ook een coole foto staan. Dit is één dorpje onder Mergosia Contreis. Kijk, dit is een soort van spookding hier. Zo. Wow, hier kan je echt een horrorfilm opnemen nu. Het zijn allemaal monsters. Ja, allemaal monsters komen hier.
Je bent zo'n eng hoorkind nu. Waarom wil ik die tas ervoor? Niet normaal. We nemen met die huizen ook erachter. Het is een beetje dom dat we niet bij de lantaarnpaal gingen. Mama is klaar. Ik zit even mama de beelden te laten zien van de weekvlog die morgen online komt. Met de HDMI-kabel. Mijn man zat op een gegeven moment slaap. Madam, it's closed. Hoe jij er nu aangelopen? Hoe jij nog daarachter kijkt. Had je weer ruzie? Had je weer ruzie? Ik vond het leuk, want dat is de auto die ik wil. Snel, hè, komt het al online. Wanneer komt het online? Morgen. Mama ging vandaag een luchtje opspuiten in zo'n winkel. Ze heeft haar hele sjaal ondergespoten en ik heb al de hele dag hoofdpijn. Dus dat deed ze, ik ga het helemaal vol spetten. Dan ruik ik mezelf voor altijd naar het luchtje om niet te kopen. Vet giechend. Deze view is laat. Nou, dit is saai. Ik spoel weer even naar waar jij bent. Wij gaan nog even een stukje wandelen. Heel mooi gezicht met die kerk van het dorp, hè? Ja. Kijk dan, het water lijkt wel zwart, joh. Heb je ook zo wat zien? Woe, hey, hier is ook een kip. Waar? Hier. Hi. Klein, hè, die hokje? Ja, vind ik ook. Maar ze mogen gewoon naar buiten, denk ik, overdag. Maar nou, weet ik niet. Binnen, ze lopen hier alle kanten op. Nee, maar dat denk ik wel echt. Ik denk zelfs dat we... Ja, wel, dat denk ik wel. Jongens, dit is toch de perfecte filmscène hier. Hier heb je ook nog een begraafplaats. Het meer lijkt wel echt zwart. Gewoon eng. Dus hier kan je echt zo'n coole horrorfilm opnemen. Zie je dit zo? Daar is ook nog iets. En daar is ook een witje. En daar is schommel. Zoals komt het dat hier tot leven. Ja. Nou, je zit alleen maar in de beurt. Oké, jongens, ik heb net de finale van Love Island gekeken. We hadden dus heel lekker gewandeld. En daarna heb ik echt super goede volkorenpasta die ik in Italië heb gekocht. Echt bizar goede. Met het restje pesto wat we hadden. Hallo. En venkel en courgette en een ui hebben dat gegeten. En ik wou even, maar ik zit even denken, het beeld is niet helemaal super sexy. Ik wou even dit maskertje testen. Want die heb ik nu al, is hier überhaupt nog goed? Dat is 20. Die heb ik volgens mij bij de Sephora gekocht. Face mask that hydrates and helps to refresh your skin. Place the slices on your dry, clean face. Leave for 50 to 20 minutes. Oh, ik dacht dat het één groot watermeloenvel was. Yes, ik hoop het wel echt dat het naar watermeloen rookt. Het is doordrenkt in serum. Is het nou wel? Oh, het is wel gewoon een heel... Oh, het is een beetje onzin eigenlijk dus. Huh? Nee, moet ik al die rondjes los op mijn hoofd gaan leggen? Echt? Serieus? Oh, dit had ik niet verwacht. Het ruikt wel echt lekker naar watermeloen, maar... Op die manier heb je wel precies de contouren van je gezicht. Zo ruim als je dat. Ga je niet stofzuigen? Vertrouw. Het ziet heel charmant ook als ik eerlijk ben. Ja. Ik heb niet eens een heel groot hoofd of zo, toch? Iemand die de masker al getest heeft? Of gezien heeft? Is toch raar? Ik had wel een paar schijfjes meer gewild voor hier. Is ook droog. Mijn kin is ook droog. Mijn wangen hebben het ook nodig. Oké, okay, het masker trekt echt helemaal in, want ze vallen dus van je gezicht af, omdat ze dus helemaal uitgedroogd zijn. Hier zie je het ook. Deze is ook helemaal uitgedroogd, maar deze nog niet. Kijk eens. Deze zit er nog vastgeplakt, dus je merkt het. Is deze ook al? Jawel, het blijft nu heel erg plakken, daarom blijven ze zitten, maar ze zijn nu echt op. Ja, ze zijn nu op. Ze zijn nu gewoon helemaal droog. Niet te veel, hè? Hele vette plakkerige laag. Als ik nu stof op mijn kussen, blijft het allemaal mijn gezicht plakken. Ik weet niet goed wat ik ervan vind. Het is echt heel sticky. Goedemorgen allemaal. Nu is een half pompoen van de soep en een half pompoen. Mama heeft echt heel lekker pompoensoep gemaakt. Het is eigenlijk het ontbijt, maar het is echt heel lekker. Eens kijken hoe mooi die kleuren eruit zien.
je hier nog zoveel soep van hebt kunnen maken. Ja? Dat je hier nog zoveel soep van hebt kunnen maken. Ik heb net in de zon gezeten, even stopgezogen en eigenlijk hoef ik niet zoveel meer te doen in het huis. Het is nu 11:30. We gaan 2 uur weg, of iets eerder misschien. Dan gaan we nog even langs een outlet in Italië waar mama graag heen wil. Nee, Zwitserland. Oh, Zwitserland nog. Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd. En dan is de vakantie weer voorbij. We gaan nu even deze soep eten in het zonnetje en ik heb zo'n porie strip op. Hij blijft niet goed zitten vandaag. Jij heeft mijn benen, ik heb een mooie fikje. Ga jij nog je benen epileren? Kan, hè? We gaan er vandoor, jongens. Niet normaal dit weer. Helemaal winters gekleed. Geen make-up op, ga ik in de auto doen. Wat een dag, en morgen gaat het dus regenen. Het is echt bizar hoe warm wij het hebben gehad. Het is wel een beetje een soort van mistachtig iets. Mama was nog even vergeten een jasje naar boven te brengen. Daar is ons autootje. En dan gaan we. Ze heeft letterlijk de hele koelkast in deze tas zitten. Zelfs dat restje lasagne van 4 dagen geleden, een zak spinazie. Ik weet niet wat de plan ermee was. Maar dat moet... Deze 2 tassen moeten nog in onze buik. Ook een seitanburger die nog niet gebakken is. Nee, maar die kunnen we gewoon meenemen. Oké. Dat ben wel een basis. En er zitten 2 paar Timberland schoenen nu in haar koffer. En van mij UGG sloffen. Die ga ik straks laten zien. €35. Vet leuk. Nu ga ik even wachten tot mama alles heeft opgegeten ofzo. We zijn in het vliegtuig en ik heb voor 4,50 havermout met chiazet en kokosnoot. Ik heb even laten staan. En een wel lekker merk van Clipper, gember en citroenthee. Best wel chill. Best wel gezond. En ook best wel betaalbaar. Mama vindt het er wel interessant uitzien. Kijk, en een lepeltje. Oké, ik ga een beetje los vandaag. Ik weet zeg maar, ik wil deze al best wel lang testen, maar als er bijvoorbeeld bij de Douglas sale is, doet Benefit nooit mee. En ik had voor me opzegen even gekeken en hij kost €35 in Nederland, dus ik dacht ik koop hem gewoon. Dus ik heb hem nu gekocht, maar ik ga mezelf nu niet filmen, want dat vind ik een beetje awkward. Ik had dus nog helemaal geen gezichtsmake-up op. En mama zegt dat ik bruiner ben. Dus ik ben benieuwd of hij nou echt zo goed is, of dat hij gewoon zo goed is omdat alle YouTubers hem opgestuurd krijgen. Of mama moest ik dit filmen. Veel omgevingsgeluid in dat vliegtuig? Ja, hè? Het is te ongemakkelijk om in het vliegtuig te filmen. Kijk, die andere man staat er nog op. Ze hebben nu bij de Swirl voor €3,50 een yoghurt met vers fruit en een beetje granola. En er zat ook ijs op, maar dat heb ik niet. En het was heel weinig granola, maar echt vet veel fruit. Dus ik vind dat echt goed. Met mango. Nee, ananas kers nog. Ja, maar kers is uit blik dan, hè? Ja. Maar hij heeft het niet helemaal goed gemaakt volgens mij, maar wel echt een vet goede gezonde variant. Echt mega veel en halfvolle yoghurt. Dat is echt tof. Zo jongens, ik ben weer lekker thuis bij de jongen. We hebben gechilled. Nu gaan we slapen. De vakantie was heel leuk. Het was echt leuk met mama. Het is gek dat ze er nu niet meer is. Ik zie haar ook niet zo heel erg vaak. Dus eigenlijk was het even heel erg fijn. En morgen gaan we iets heel erg leuks doen. Maar dat horen jullie morgen. Goedemorgen. Ik heb een trui met een kool aan. Ik vind altijd dat je daar een beetje een vette kop van krijgt. Goedemorgen. Vanaf nu gaat Charlotte elke keer als ik dood zit met de radio aan, de radio uit. Luc, wat gaan we doen? Vertel maar. Kijk jongens, ik heb mijn Maria Niela alweer niet gebruikt. Zie hoe licht mijn haar eigenlijk is. Maar chill, bij mijn kastfeestje morgen kan ik dan zo'n kleurtjespray erin doen. We zijn allebei een beetje zenuwachtig, want we gaan nu dus een nieuwe auto ophalen. En deze gaat dus weg, deze auto. Ik hou ontzettend veel van deze auto. Hij is heel lelijk, maar het is echt mijn liefde. En we krijgen hun Volkswagen Golf 5. Oh, zijn we er nu? Bij zijn boerderij. Ruben heeft hem dus al bekeken en ik nog niet. Ik ben nu een proefritje aan het maken. Hij rijdt enorm lekker. Ik heb nog nooit zo lekker weggereden in een auto. Alleen, is het raar of zo mee? Weet je iets raars? Of we moeten ook nog even vragen wat het is. Dus Ruben doet er nu maar €10 benzine in. Voor de zekerheid. Want we niet zeker weten of we dan moeten... Ik wil om het dingetje aan te krijgen, even alsjeblieft. Weet ik niet. Waar dat zou moeten zitten. We zitten nu in onze nieuwe auto, jongens. Hé, ik kan ook veel makkelijker vloggen. Het is wel heel leuk, deze trouwens. Het is erg lekker. Ik kan ook echt niet zoiets. Even vastleggen hoe blij Ruben is. Wow, je ziet wel dat de auto veel mooier is dan. We hebben eindelijk een echt
zo. Je moet er maar snel op vakantie gaan. Zo. Echt een erg mooie achterbekleding, hè? Ik hou er niet van jullie. Wow. Ik ben nu even in Nijmegen op weg naar de stad. Maar kijk, we zijn in het Kronenburger Park. Heb jij je park mobiel gedaan nu? Ja. Zeker? Ja. Okay. Wat is dit? Het lijkt echt wel een soort dierentuin. Maar daar lijkt het ook alsof er vol jaren zitten. Kijk. Het is een oude fort, hè? Ja, gaaf. Cool park. Vinden jullie eigenlijk leuk zijn jongens aan donker, bruinere haar of lichter? Het is nu echt 4 keer of zo niet met Marianilla gewassen. Niet per se nu die zeg maar die slechte, rare kleur, maar gewoon licht of donker. Ik ben helemaal rozig omdat ik zo'n kool aan heb, alsof ik aan het skiën ben. Ik vind het trouwens echt wel ontzettend leuk. En we zijn, het is ook leuk trouwens met zo'n ketting gewoon zo eroverheen. We zijn echt, we hebben nu navigatie in de auto trouwens. Heb je de auto al gefilmd? Ja. We zijn ziek lang onderweg. Niet normaal. Ik denk dat we in totaal 2 uur hebben gereden straks. We moeten ook nog boodschappen doen. Goedemorgen. Bobby en ik zijn pas een beetje aan het oefenen voor mijn Halloween look. Ik was eventjes aan het oefenen met gewoon een grijs potlood. Ik ga dat dan met eyeliner doen. Ik ga dus als kat. Maar ik moet zeggen dat ik het zo ook wel cute vind met zo'n grijs potlood, dan is het niet zo heftig. Ik ben best wel moeilijk met dit soort dingen, want ik vind dus altijd, ook als ik bij musical, als ik musicals had, en ik werd opgemaakt of zo. Ik heb 1 opmaaklook en als het anders is, vind ik het best wel spannend. Ik wil zeg maar niet er lelijk uitzien, daar hou ik niet van. Voel ik me gewoon niet chill. Dus ik ga ook voor een cute kattenlook gewoon. Maar ik ga nep wimpers doen. En ja. Ik had eigenlijk wel dus nu mijn haar donker moeten doen. Dus ik denk dat ik het alsnog even niet ga wassen. Maar nu dat donkere masker in ga gooien, want het maakt de look wel af. Ik vind het eigenlijk wel cute zo. Maar ik moet dus ook een hele ooglook maken. Ik kan dat helemaal niet. Ruben zegt, ik doe het wel voor je. Ik ga dus deze nadoen. Deze chickie. Nee, is niet goed. Ze heet Danielle Mansutti. Maar dat, die ooglook, dat ga ik nooit kunnen. Maar ik dacht, ik oefen volgens mij dit. Maar dat is niet echt moeilijk. Nou, dit is mijn ooglook. Nee, serieus. Ik was niet heel serieus aan het oefenen. Maar dit is echt rampzalig. Jongens. Ik kan geen ooglook. Kan ik niet. Oké, nou, ik heb Rebecca's cadeautje vastgedaan. En anders krijg ik altijd stress. Normaal geef ik liever niet aan YouTube-vriendinnen of zo iets uit mijn eigen webshop. Want dan vind ik het soms een beetje zo voelen als of ik dan mijn webshop wil promoten of zo. Maar Rebecca vroeg echt, ze zei een tijdje terug, ik wil zo graag het kattenkleed voor mijn verjaardag. Dus die heb ik voor haar bewaard. En heb ik bij de Primark, heb ik nu dus niet gefilmd. Ik heb er eentje ook voor mezelf. Even kijken. Where is it? Oh, hier. Superleuk. Deze voor de kerstboom. Dat vond ik echt wel iets voor haar. En nog een gingerbread cookie. En dan heb ik ook maar gewoon de avocado van Comois, zeg maar, erbij gedaan. Ik dacht, ja, dat is wel leuk om het compleet te maken. Dit zijn 3 kerstballen. En dan dit superleuke kaartje. Met een heel mooi love kettingtje. En dan staat het op de achterkant. Dus superleuk. Okay, jongens, ik was al bezig. Ik was even vergeten dat ik het wilde filmen. Ik kan niet make-up, dus ik weet ook niet waarom ik het film kijk. Dit heb ik nu gedaan. Ik snap niet of dit ooit iets gaat worden. Hoe kan dit ooit iets gaan worden? Ik kan dit gewoon niet. Gewoon geen voeling, gevoeling voor. Volgens mij heb ik gewoon een goede kast hoor. Dan vraag ik dit palet van de Body Shop. Was ik heel lang in een cadeaudoos heb liggen. Ik ben in ieder geval lekker bruin. Nou, het lijkt alsof ik een tweede oog heb gecreëerd of zo. Kijk nu het mochi palet. Dit kan toch nooit iets worden? Is toch gestoord? Nou, dit gaat nooit meer wat worden. Dit kan ik gewoon niet. Dit is gewoon echt debiel. Dit is gewoon gestoord. Ik heb alles eraf gehaald en nu een soort van bruine oogschaduw op mijn ogen gedaan. En ik maak nu maar gewoon een eyeliner. Maar zelfs dat kan ik niet vandaag.
Oké, jongens, zo ziet het er nu uit. Ik heb nepwimpers opgedaan. Ik had gewoon meteen dat niet moeten doen, die ooglook. Want ik heb nu best wel haast. Ik moet alleen nog mijn bovenlip ook donker. Maar als ik dat dus doe, ik doe de hele dag door zo. Dan is mijn onderlip ook donker en dat wil ik nu niet. Ik heb dit ook morgen gedaan. Oké, jongens, het is inmiddels alweer bijna echt donker buiten. Hoe lang heb ik om te filmen nog? Oeps. Nou, 14 minuten maar, dus ik moest wel uploaden. Dit is mijn look. Oh, best cool. Maar heb ik krullend gelaten en dan zo. En ik heb gewoon dat jurkje aan uit mijn webshop met panty en schoenen. Heel basic. Ik moet even snel gaan uploaden. Ik moet er nog eten. Oh, maar niks uit. Rebecca! Hey! Oh, wacht, ik zie je niet goed. Ja. Sexy! Ik zie ook echt zwart. Omdat je echt door je lenzen. Ja. Ik wil ook lenzen, maar ik kan het niet met mijn eigen lenzen. Ja. Oh, maar je kan ook lenzen. Ja, maar die kan je niet even last minute volgens mij kopen. Oké, ik ga even een tour doen. Ja, doe jij een tour? Heb ik nog niet. Het ziet er echt mega leuk uit. Ik ben officieel eens drinken zelf pakken. Ja. Maar ik wil wel de eerste. Wat is dit? Alles staat daar, en hier, en in de koelkast. En daar zo. Je dat wat is? Wat zijn deze dingen? Echt? Wie, ik weet niet wie jij bent. Het blijft raar. Oh ja. Wow. Heb jij die taart gemaakt? Ja. Gaaf. Hoi trouwens. Hi. Wie zijn jullie? Charlotte. Die zijn verleden daar op dat fietsje zeg maar. Die film. Oh, Trixel. Ja, ik zie het. Ik weet dat. Het ziet er echt super cool uit. Oh. Hallo. Klein. Groen. Ja, je ogen zijn groen. Nee, mijn lipstick. Huh? Echt? Ja. Het zit ook helemaal verkeerd. Ik wou ook zwarte lipstick op doen, maar ik heb het dus helemaal niet. Nee, blijkbaar ook niet. Hallo. Ja. Make-up check. Oh, jeetje, wat ben jij schattig, hè? Zeg. Niet normaal. Hallo. Je gelijk weg. Mag ik ook aan je pootjes zitten? Mijn haar mag echt alles. Oh. Buik, kroelen, alles. Oh. Hey, waar ben je, baby? Nou, dit is echt smelt. Ja, niet normaal. Ik denk dat dit het grootste wordt van mij. Ja, maar ik zei ook, ik maakte een heel hoog geluid. Oh, echt? Hallo. Ik denk natuurlijk, ik kom in één klap zo binnen. Doei. Doei. Die denkt gewoon, doei, ik ga verder slapen. Oh. Ja, hallo jongens, ik ben op een verjaardag. Oh, dit is letterlijk je beginfeest. Volgens mij niet, ik weet het niet meer. Wauw. Ze weten niet eens meer of dit eerst wel niet al lekker dat ze dit hebben. Het is sterker. Niet heel lekker. Alleen de ogen. Alleen de ogen. Ze zijn serieus, hè? Jongens, deze red velvet ogen zijn zo lekker. Maar eten is gewoon goed en lekker. Eten is lekker. Oh, ik vond mezelf zo raar om te zien. Ik heb het niet eens cute. Zo hoi. Maar zij zijn aan het oefenen om een kindje te krijgen. Nou, nee. Adoptie, 11 jaar of zo? Nee, neefje van Rebecca was er ook en die zat al met ons te stoelen. Dat is echt best wel grappig. Ja, je wordt een goede vader. Ik leg het even vast op beeld. Ja, bevestigd. Rebecca is lekker aan het genieten. Daar is een heel eng iemand. Ja. Dit is Chick Bags. Op het feest van Rebecca. Ja. Hallo allemaal. Wat fijn dat je er bent. Fijn dat je er bent. Hey, die is bekend. Hey, die is ook bekend. Hallo. Het is nu iets van 1:30. Ik zit hier met... Oh, hi. Hi. Lot zit hier achterin met Nathan. En Ruben heeft mij dus gehaald. En hij brengt nu even Lot en Nathan ook naar huis. Zodat ze dus niet daar hoeven te slapen, omdat het best wel chill is. Dus wij zijn helemaal happy met Ruben. Ruben. Ik ben heel happy met Ruben. En we zitten dus 6 en de eerste die in onze nieuwe auto zitten. Dus dat vind ik wel leuk.
tot ziens. Doei. Nou jongens, zijn we thuis. Nog even mijn look. De lipstift is er nu af. Uiteindelijk is helemaal niet meer gefilmd hoe ik het heb gedaan. Maar ik heb mijn haar dus gewassen met Maria Nila. Die dark cacao. Cacao Intense. Dat toch wel donkerder haar had. Toen heb ik het een beetje laten drogen. En het laatste beetje heb ik gefeund. Met die Bumble en Bumble spray. Dat wat meer volume heeft. Nou, allemaal olie en zo erin. En toen deze voor het eerst gebruikt. Van L'Oreal voor krullen. En vind ik wel leuk. Want ik stel mijn haar altijd. Maar als ik dus dit erin doe, vind ik mijn eigen krulletjes wel leuk staan. Dan pluis het dus niet. Ze zijn ook niet hard. Maar ze zijn wel helemaal gevormd. En ik heb het zelfs nog daarvoor geborsteld. Dus als ik het dan niet borstel, heb ik echt wel krullend haar. Dat vind ik wel heel erg leuk. Het is wel een heel goed product. Ik had dan van MAC Sin of zo op. Dus de donkere kleur, maar die is er nu af. En ik heb met mijn eyeliner dit gezet, dit gezet. Dit gezet, dit. Dit. En ik had dan van Primark nepwimpers op. Ja, zo'n verpakking. Oh, ze heet het Define. Deze van 1,50. Ik zal eventjes laten zien. Gewoon mijn eigen wenkbrauwspul. Ik had een heel klein beetje bruin oogschouwen zo gedaan. Maar ik zal even laten zien als ik het eraf haal. Mijn wimpers. Dan is het zo. Ik heb helemaal geen... Ik heb echt een mini laagje mascara van mezelf op. Maar Ruben zei, ik zie bijna geen verschil met je wimpers. Maar ik hou ook niet van hele overdreven. Alleen nu zit hier wel echt allemaal eyeliner op. Dus dit kan ik niet echt herbruiken of zo. Maar deze zijn best wel chill. Ik schat nu zie het verschil met de zonder. Het is wel heel mooi. Het zijn wel echte aanraders. Als je, dat is ik, niet echt houdt van nepwimpers. De Defines. Ik ga ze zeker nog een keer halen. Want ik voel ze niet. Ze plakken makkelijk. En ik heb één strookje eraf geknipt van die nepwimpers. Dus één klein randje. Maar ik heb het niet mooi als het hier te lang is. Zie je natuurlijk ze lijken. Leuk. Ik ben nog nooit in mijn leven met nepwimpers de deur uitgegaan. Want altijd als ik het probeerde heb ik het uiteindelijk eraf gehaald omdat ik het niks vond. En nu ga ik even met heel veel olie, gezichtsolie, mijn look verwijderen. Hoort die scherp? En ik had een polaroid met Rebecca gemaakt met het groepje YouTube meiden en met haarzelf. Maar ik hoop dat ze daar een foto van stuurt. Deze waren dus van de Primark. En deze zijn van Comois. En dit was mijn blue shirt van Comois. Die had ik gewoon met een panty. En ik voelde me wel lekker erin. En mijn nieuwe velvet jas van Comois. Daar was ik heel blij mee, want die was cute. En op mijn kom was het daardoor niet zo koud. Deze van Comois, dus dat was het. Het was super gezellig. Het is nu 2 uur. En ik ga lekker slapen. Ik ben heel blij dat Ruben me gehaald heeft. Morgen ga je lekker in huis gaan. Ja, het is hier een beetje een hele erge ravage nu. Even dit laten zien, jongens. De staart eruit haalde, wow. Toch wel leuk om vaker mijn haar krullen te dragen. Maar dit spul? Ik gebruik dus altijd die paars hiervan om mijn haarstijl te maken. Dat is top. Maar deze is ook top. Gewoon ingespreid en even zo gedaan. Het is gewoon echt defined. Amazing. Heel leuk. Deze kat gaat slapen. Goedemorgen. Ik ben best wel een beetje verrot. Want ik drink normaal dus eigenlijk niet op een feestje. En nu wel. Dus dat voel ik een beetje. Maar ik weet niet of het een kater is of zo. Ik weet niet precies hoe dat voelt. Het is niet heel erg hoofdpijn. Het is gewoon eigenlijk... Maar ik wil wel dingen doen. Ik heb te twijfelen. Want ik ga morgen dus na mijn werk meteen naar een première. Die tot 22:30 duurt. Dus dan slaap ik pas al kort die nacht. Dus ik denk van ja, moet ik nu thuis gewoon even de hele dag chillen? Of zal ik even mijn ouders bellen? Of ik als Ruben naar zijn werk gaat bij hen even zal komen eten. En dat ik daarvoor heel even langs Hilversum rij. Nog even een winkeltje kijk. Dat is nu mijn dilemma. Ik had nog een pakketje binnengekregen. Ik krijg echt heel weinig pakketjes tegenwoordig binnen. Maar ik reageer ook heel weinig eigenlijk op persdingen en zo. Maar dit is van Bobbi Brown, wat ik dus elke 6 weken krijg. Oh, sorry. Helemaal scheef. En eentje was een brow perfector. En ik dacht dat het gewoon eentje was die ik al had, maar hij is anders. Oh, omdat het glas is, kan hij echt niet scherp stellen. Denk ik. Dat is dus zo'n brow en hair gel. Zo, waarschijnlijk bedoelen ze ook van als je haar blijft of zo kan je het ook gebruiken. Maar hij is dus in een kleurtje. Ik had die gisteren een beetje aan het eind van mijn wenkbrauw gedaan. Maar qua kleurtje matcht hij wel goed bij mij. Dus, maar het punt is dat ik niet mijn haartjes donkerder hoef te krijgen. Maar wel, ik moet echt intekenen zeg maar, omdat het te weinig haartjes zijn. En niet omdat het te licht is of zo. Maar dit is misschien wel chill, omdat soms wordt die gel, die vorige werd een beetje wit. Die sloeg een beetje wit uit. Dus misschien deze niet.
Dan heb ik een Nude Finish Illuminating Powder. En ik dacht dus dat het gewoon een nude, zeg maar nude powder was. Gewoon voor poeder. Maar dat is het niet, want er zit dus wel een glans in. En ik heb het niet heel erg met glansproducten, dus ik weet niet zo goed. Het is zeg maar niet een highlighter of een blush. Het is gewoon een poeder met een... Ja, dit doe ik maar gewoon even op mijn benen. Een lichte glans of zo erin. Maar niet heel erg. Hij is wel heel mooi. Maar ze hebben best wel vaak van dit soort bricks. Ik heb ook zo'n shimmer brick hiervan. Dan moet ik even gaan kijken. Dan een BB cream. Maar ik heb nog een BB cream van ze liggen. Want ik gebruik eigenlijk geen BB cream. Misschien maar eens gaan testen. Maar SPF 35 is wel goed. En hier ben ik wel heel benieuwd naar. Een instant full coverage concealer. In beige. En ik had dus toen al gezegd dat ik de kleuren niet had uitgekozen. Maar volgens mij heeft ze best wel goede kleuren voor me gekozen. Hey boeps. Ik heb je zo gemist gisteren. Ik had het met Lot over. Zij heeft een kat nu, zo'n 3 weken op zichzelf, die heet Soefje. En ze zei, ik mis hem echt. Ik zeg, ik mis mijn kat ook altijd. Wow, dit is echt... Huh? Het voelt zeg maar alsof hij uitgedroogd is. Hij is heel dik. Oh, dit kan wel echt inderdaad een hele goede full coverage zijn of zo. Maar er komt best wel weinig af en het is heel dikkig, heel stroperig. Een beetje cremig of zo. Nou, dit ga ik sowieso gewoon uitproberen met dagelijkse make-up. Want het ziet er wel goed uit. Ik heb nu licht uitgesmeerd. Nou, chill. En ik ga even wachten op de mobiel is opgeladen. Ik heb een foto met Rebecca op Insta gezet. Dat is altijd leuk. Dat was echt eeuwen geleden. En dan ga ik mijn ouders even bellen. Ga ik tegen moeder zeggen, wat denk jij mam? Zal ik even langskomen? Het is altijd heerlijk als je twijfelt. Mijn moeder is altijd degene die me dan helpt beslissen. Zo fijn. Verder was het gisteren enorm leuk en denk ik dat de weekvlog ook wel leuk is. Er zijn best wel veel verschillende dingen die we hebben gedaan deze week. Zij zal weer heel erg lang duren. Wow jongens, mijn ontbijt is echt alsof ik in een hotel ben. Ik heb een Weight Watchers recept zeg maar gebruikt voor 0 punten, maar ik heb nog geen bakspray gekocht. Jullie hadden hem allemaal getipt. Dus ik heb olijfolie gebruikt, dus dat is iets van 2 punten, maar dat maakt me niet uit. Deze zalm, ik ben echt een beetje kritisch geworden met zalm, maar ik vind die van Basic AHA gewoon niet meer lekker. Die bruine randen eraan. Deze is echt best wel duur. Deze is echt 4,50 voor 100 gram, maar ik moest hem hebben en hij is morgen in de bonus, dus dan ga ik meer halen. Lang gerookte zalm, zo lekker. Ik heb gewoon 100 gram gedaan, want ik wil gewoon wel goed gevuld zitten. En 2 eieren geklutst met zout, peper en verse bieslook. Nu wat chilipeper erop gedaan. En ze zeggen doe er nog dille op, maar ik ben niet zo'n enorme dille fan. Ik weet niet of dit te veel zalm is, 100 gram. Maar ik ben dan iets van ja, om dan nog 20 gram in het pakje te laten zitten of zo. Vind ik dan ook weer zo. Nou ja, het had in principe ook zo gekund. Of met maar 1 plakje. Maar dat is dus 1 punt zonder de olie. Dus super chill. En daarna ga ik even inderdaad naar mijn ouders. Dus even een goede basis. Dus ik ga ook nog even naar Hilversum. Oké, ik heb die concealer opgedaan. Ik ben er best wel fan van. Eerst. Hij zegt moeite met scherp stellen. Schrok ik een beetje. Tenminste, schrok. Oké. Eerst schrok ik, want het was echt, het is zo dik alsof het een soort uitgedroogde concealer lijkt. Hij is echt totaal niet dun. Dus dat heb ik het bij mijn beauty blender en mijn kwast zo gedaan. En ik heb nu niet eens veel op, maar je ziet dat het donkere weg is. Ik heb echt heel erg donker onder mijn ogen. Dus ik ben echt enthousiast en ik heb het in minder dan 10 minuten opgemaakt. En dat is echt, ik heb trouwens ook die brow gel opgedaan. Maar dat is echt het verschil als je met daglicht opmaakt en als je dus niet foundation op hoeft omdat je heel bruin bent. Het is vet chill, dus ik ga me nu gewoon aankleden. En ik heb gewoon niet zoveel make-up op. Ja, er zou nog een laagje op kunnen, maar het dekt echt goed ook die plekjes hier en zo. En dan ga ik ervan door. Ik ben helemaal in het zwart. Het zonnetje schijnt wel, maar volgens mij is het best koud. Oh, het gaat een klemmetje door. Ik heb nu mijn nieuwe trui van Chiquel. Ik heb van Comore Flower Earrings. En ik weet niet hoe deze heet, maar ze zijn echt mega leuk. En deze ketting, ik vind het nu best wel leuk om kettingen te dragen over een... Voordat ik een webshop had, deed ik dat eigenlijk nooit. Dus had ik nooit echt dit soort kettingen. En dan met een matching ring en het armbandje. Deze trui is echt heel erg leuk. En deze bangle. Ik dacht die zo vaak. Ik moet nog even mijn mopper horloge. En deze. Ik twijfel nog over deze armband of deze. Hé, nu zie je heel erg wat die concealer. Of deze armband leuker. Ik weet niet. Ik ben bruin. Ik zal het even laten zien. Met een panty. Ik had bij de Primark panties gekocht. Maar ik ben zo vergeten welke het waren. Maar ik weet dat ik 30 daar niet eens zocht en dat hadden ze niet. En ik heb nu... Echt, nee, 64 of zo. Maar het is helemaal niet zo heel donker. Het is best wel mooi. Hier is een boes, maar die koffer moet zo terug naar mama. En dan zie ik er gewoon zo uit. Ik vind het eigenlijk wel best wel leuk staan. Met zo'n H&M rokje die ik al 100 jaar heb. Ik
even nog even over de haarband. En dan ben ik good to go. En dan ga ik in mijn nieuwe auto. Eerst even naar Hilversum en dan door naar mijn ouders. Hier zit ik dan in mijn nieuwe auto, jongens. Hij rijdt zo lekker. Ik ben echt heel erg blij met deze auto. Ik kan hem hier zetten. Ik ga hem hier zetten. Ik ga hem overal zetten. Helemaal top. Hi jongens, ik ga even een karmic bangetje doen. Ik heb een pokeball gehaald. Echt voor het eerst in mijn leven. Ik heb dit echt nog nooit gehaald. Wow. Bij Sumo. Wow. Niet normaal. Wat enorm. Ik had heel erg veel honger en ik dacht ik ga dit gewoon halen. En we eten dus pizza bij mijn vader, maar zijn pizza's zijn wel anders dan een afhaalpizza of zo. Dus het komt wel in orde. Oh my god. Wow, yo. En ik heb de zalm pokeball en dan heb ik, er zit trouwens wel saus op. In plaats van radijs vroeg ik of ik viseitjes erop mocht en dat mocht dus. Vet chill. Heel lekker dit. Oh. Wow, dit zou leuk zijn voor een mukbang. Wow, die visstukken zijn echt enorm. Het zijn wel heel veel van die witte vetstukken, zeg maar, van zalm. Ik vind altijd iets minder lekker, maar... Raar? Ik weet niet wat ik ervan vind. Wow, die avocado. Oh. Precies zoals ik hem lekker vind. Echt best wel rauwig nog. Ik kan gewoon niet meer winkelen, merk ik. Heel slecht in. Ik heb gewoon geen zin, denk ik, niet echt zin in ofzo. Terwijl ik echt wat sweaterdresses wil kopen, maar ik had er gewoon geen zin in. Want je mag dus maar een uur hier parkeren. Wacht, ik moet even wat happen nemen, want ik heb zoveel honger. Ja, ze waren aardig, maar ik had ook dus echt geen boete, hè. Want net toen hij kwam, had ik net mijn parkmobile dus aangezet. Vet van mazzel. Oh, ik laat het jullie wel even horen. Luister maar. Ik vraag me af of ik kom er net achter dat ik mijn auto. Ik heb net één dag een nieuwe auto. En dat ik op mijn oude kenteken mijn parkmobile aan had gezet. Ja. Weet jullie of jullie die auto daar hebben? Ja, ik was dat niet bij school. Ja. Ik had hem net op tijd wel aangezet. Ja, hij was goed. Dus ik heb hem voorgemaakt. Ik heb hem echt 40 minuten op het verkeerde kenteken aangehad. En net 10 minuten heb ik echt een engeltje op mijn schouder gehad. Ik dacht ineens. Ja, was wel, en dan was het wel zo geweest dat je wel op je andere kenteken had. Dus ik had Parkmobile op mijn oude kenteken. Laatst ook in Nijmegen, laatst ook in Wees bij de Albert Heijn met Ruben. Ik denk ineens. Ik zat bij Simon te wachten. Ik keek in die Parkmobile app, want je mag hier maar een uur staan. Ik denk ineens: nee. Verkeerde. Dus heel snel mijn oude kenteken uitgezet. En toen heel snel nieuwe kenteken toegevoegd. Terwijl die oude nog aanstond. Nieuwe aangezet. Toen ik hier aankwam stond hij 8 minuten op de goede aan. En de parkeerwachters waren al helemaal daar. Dus ze zijn hier langs gelopen. Dus ik zeg, Ruben, zou ik naar ze toe lopen om te vragen? Hij zegt, ja, want ze mogen je nu toch al geen boete geven. Want ik dacht, ik ben bang. Straks was het goed en ga ik het nu vragen en dan is het niet goed, weet je wel. Zo van mazzel. Zegt, anders had je nog een tegending kunnen indienen, weet je wel. Maar dat is toch altijd wel een gedoe. Ik vind, het zijn allemaal sushi ingrediënten en toch vind ik het niet als sushi smaken. Maar, ik ga dit nooit helemaal opeten. Ik ga gewoon nog een paar happen. 5 voor 4. Melissa en Olivier, dus mijn broer en zijn vriendin, die zijn om 4 uur bij mijn ouders. Maar ik wil echt, zij gaan uiterlijk 8 uur weg. Ik wil misschien nog eerder weg. Want ik moet er best wel wat dingetjes nog doen. Die rijst is zo lekker. Ik had ingevoerd toen ik 10 eetlepels rijst ging eten. 10 eetlepels, 6 punten. Valt best wel mee. Het ziet er super lekker uit. Het is echt goed. Het is goede kwaliteit. Maar het geeft me niet het sushi gevoel. Maar ik snap niet waarom. Want
Sashimi is puur gewoon zalm. En dan heb ik echt dat sushi gevoel. En hierbij dus niet. Raar, hè? Je moet eerst je iPhone ontgrendelen. Oké, Siri. Ik wil nog heel even... jullie iets dichterbij halen. Ik weet het wel. Je moet er echt veel rijst bij eten voor dat sushi gevoel. Lekker. Maar hij is echt wel lekker. Nou, ik denk dat ik misschien wel die met tofu of zo lekker zou vinden. Ik weet niet waarom. En het tonijn zag er ook wel lekker uit, maar ik vind het tonijn altijd een beetje eng. Soms is tonijn echt niet goed. Mijn moeder zou het ook echt super lekker vinden. Die avocado's, het zijn echt mega stukken. Hoort dat in een sushi bowl? Ook enorme stukken. Oh ja, dat heb ik er zelf een sushi bowl gemaakt. Had ik toen ook gevlogd. Dat was het. Dat ontbijt met twee eitjes en die... oh ja. Ik had dus 50 gram zalm weggehaald van mijn bord en in een bakje gedaan. Want ik vond het toch te veel zalm. Dus ik had 50 gram gerode zalm gegeten. Maar het vult me toch niet genoeg. Ik bedoel, ik heb dat om. 12:30 gegeten. Maar ja, het is nu wel al 4:00. Maar ik heb echt al 2 uur geleden eigenlijk alweer trek. Dus dat is toch niet echt helemaal goed voor me. Oké. Okay. Ik ga stoppen. Enorm, hè? Kijk hoeveel ik nog heb. Ik heb een trui van Chiquelle. En hij is voor mij net een beetje strak. Dus ik dacht... Maar vind je het leuk? Ja. Wat vind jij? Met een majo en die laarsjes. Vind je dit te groot? Ja, jij draagt nooit wijde dingen. Raar? Wat vind je hier van mijn mama? Je hebt liefje over. Hoort dat naar bijen? Nee, dat is gewoon leuk op laarsjes. Niet te kort voor je? Nee, met een majo. Ja. Hij is wel wijd, maar ik denk dat papa het wel leuk vindt staan. Ja, oké. Ja, hou maar. Het is een one size. Maar ik vind het leuk als hij wijd valt en bij mij zit hij gewoon wat strakker. Nou, dan mag jij hem houden. Lekker stof toch? Ja. Maar ik heb zonder truien zonder wol gekozen. Eerste pizza is. Ze weet niet dat ik dit film hoor. Nee, nee. Hey, hallo, ik heb mijn YouTube-kleding aan. Hé, je hebt ook een leuke ding aan. Oh, het gaat opbollen. Lekker slapen. Kijk dan ook. Mooi. Dit? Ja. Dat is mooi. Zomer. De kamer van staat. Dit vind jij toen leuk? Ja, zeker vind ik het leuk. Superleuk. Ja. Ik ga het nooit over. Oh ja, toen. Krijg je nu copyright schending? Dat ik dan een mail krijg? Blitzbloem heeft een copyright schending. Nee, video gedaan. Nou jongens, ik ga er vandoor. Het is nu bijna 7:30. Ik ga nog even langs opa en oma, want die wonen ook in de buurt. En dan heb ik die ook weer een keer gezien. Dus, tot ziens. Doei. Ik moet nog even naar Push Miao. Jeetje, hij stelt zo niet goed scherp. Donker, hè? Nee, ook als het licht is. Nou, we gaan even met de camera naar de Push. Papa vindt het heel belangrijk dat ik de Poes nog even zie. Hi, Poesie M! Ga Poesie M, kom! Poesie miauw. Poesie miauw. Poesie miauw. Ik vind net Bobby ergens. Kiekeboe. Poesie M. Poesie M, kom eens. Poesie M, kom eens. Miauw, Poesie. Je bent Poesie Miauw. Poesie Miauw, kijk, dit is mijn nieuwe auto. Hey Olivier. Papa is verliefd op de poes. Dit is mijn broer. Hij heet Henry. Oké, jongens, ik kom weer thuis. Ik weet niet wat het is, maar ik zit echt te glimlachen van oor tot oor. Ik weet niet wat het is. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Ik voel me goed. En het was zo fijn. Ik denk dat, ik weet niet, onbewust, maar vind ik het dus... Voel ik me altijd best wel bezwaard om het feit dat ik... open oma zo weinig zie. En ik dacht van... Oh, en nu gaat het licht uit. Hoe doen we dat? Zo. Fijn, eindelijk een auto waarbij de accu niet opgaat als ik aan het filmen ben. Ik dacht van ja, ik
rijden best wel langs. En ze zijn sinds kort ook in Nederland vaak hoor. Dat waren ze namelijk normaal niet. Maar ik moest even voor serieuze dingen erheen. Maar ook gewoon lekker gekletst. En het was zo fijn om weer even bij mijn opa en oma te zijn. En dan voel je toch wel gewoon echt hun kleinkind, weet je wel. En als ik dan de auto aan opa liet zien. En hij vindt hem echt helemaal mooi. En hij zegt dat het goede deal. En wat, dit en dat. Dan word ik gewoon helemaal blij. Ben ik weer gewoon weer een kindje of zo. Ik weet niet daarin. Echt mijn opa. Het is toch leuk als je opa dat zegt. Je opa tegen wie je wel opkijkt, weet je wel. Dus dan voel ik me gewoon heel fijn. Het was heel leuk bij mijn ouders. Nog niet te lang. En het is nu dan wel 9:30, dus voor mijn gevoel al 10:30, want de wintertijd is ingegaan. Dus het is wel laat. Ik heb nu eigenlijk maar een uur. En in principe moet ik eigenlijk het beste nu maar gaan klaarmaken voor bed al. Omdat ik morgen gewoon die première nog heb tot laat. Morgen ben ik echt nu nog in de film. Dus dat wordt wel een dingetje, want ik wil altijd nog allemaal dingen doen. En dan kan ik niet slapen en dit en dat. En ik had eigenlijk nog heel veel moeten doen. Want ik ging eigenlijk best wel vroeg al van huis weg. Dus ik heb eigenlijk gisteren niet echt veel thuis gedaan en vandaag niet. Maar wel gewoon heel veel leuke dingen gedaan. Dus ik zat echt gewoon zo onderweg naar huis. Echt super blij. Ja, ik voel me gewoon goed. Dus dat is fijn. Misschien ook wel door de Weight Watchers. Ik zit gewoon lekker in mijn vel. Dus volhouden. Ik heb gisteren trouwens ook gewoon een red velvet cakeje gegeten en zo, dat soort dingen. Maar daar hou ik gewoon rekening mee met punten. En dan ga ik niet de hele dag niks eten wat ik normaal zou doen om vervolgens los te gaan. Nee, dan ga ik dus dingen met 0 punten of weinig punten eten. Zoals yoghurt met fruit. Dat ik niet met honger erheen ga, maar wel gewoon iets kan nemen omdat ik nog meer dan 20 punten over heb. Dus hier ga ik de weekvlog dan afsluiten, want ik ga zo naar bed. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hij zal wel weer heel erg lang hebben geduurd. Ik zou het super leuk vinden als je duimpje omhoog doet. Ik weet dat ik het elke week zeg, maar ik zou het gewoon echt heel leuk vinden. En vergeet natuurlijk niet te abonneren om elke week een vlog van mij te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je op Instagram of bij een nieuwe weekvlog. Doei!